Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 20 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel bewolking boven het noorden van het land. En dat heeft te maken met een zwakke storing die boven de Noordzee sleept. Het noorden van het land heeft vandaag veel bewolking gezien. Maar in het overgrote deel van het land was het vandaag vrij zonnig. Het weer wordt bepaald door een hoge drukgebied, dat ligt in onze omgeving. Ook op de weerkaart is datzelfde hoge drukgebied te vinden. Het trekt zich geleidelijk aan wel terug richting het zuidoosten van Europa. Maar tegelijkertijd wordt het weer versterkt door een ander hoge drukgebied. En de kern daarvan komt op zondag in de avonduren en maandagochtend boven het kanaal te liggen. Voor onze omgeving hebben we dus nog voorlopig droge condities. Dat is vanavond en vannacht ook het geval. Er zijn wel meer wolken boven het noorden van het land en het blijft daar meest droog. De minimumtemperatuur ligt daar rond het vriespunt. Op andere plaatsen klaart het flink op en gaat het 2 tot 6 graden vriezen. En morgen overdag hebben we dezelfde tweedeling met de meeste wolken in het noorden van het land. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. En 's middags ligt de temperatuur tussen 3 en 4 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Op zondag dan breekt overal de zon geregeld door. Het is een prima dag om de schaatsen onder te binden of te genieten van het heerlijke winterweer. 'S middags wordt het 2 tot 3 graden en er staat weinig wind. Ook maandag en dinsdag hebben we rustig, droog en koud winterweer. Met in de middag 3 tot 5 graden boven nul. En in de nacht en vroege ochtend lichte tot matige vorst. En als we dan kijken naar de ijsaangroei voor de komende dagen, dan zien we dat er toch wel geleidelijk aan ietsjes bijkomt. Halverwege de volgende week zitten we op de 7 tot 8 centimeter. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.